Muziek verbindt en herinnert ons voornamelijk aan de toen gevoerde strijd van onze voorouders. De Kitty-Kotti-boodschap van de president van de Republiek Suriname, Chandrika Prasad Santokhi, tijdens het herdenkingsconcert in verband met 160 jaar afschaffing van de slavernij. Bij de opening van het herdenkingsconcert werd door het staatshoofd ingegaan op het belang van muziek tijdens de slaventijd en de bintenis met de huidige realiteit. Het staatshoofd benadrukte het belang van het vieren van elk aspect van de cultuur. En we hebben als regering samen met de commissie, de nationale commissie, de subcommissie voor Kitty-Kotti beslist dat het nu tijd is om te vieren. En dat is het verschil wat wij maken als wij 160 jaar afschaffing van slavernij herdenken en vieren. We hebben goed herdacht, samen met de grote familie van Suriname en Nederland, ook in diaspora, met Aruba, met alle Surinamers, met alle groepen. We hebben net de Prodewakka gehad. En nu is het tijd om te vieren. Vieren moeten we, omdat onze voorouders strijd geleverd hebben voor die vrijheid. Voorafgaand aan het herdenkingsconcert werd door de organisatie Naxen Prodewakka gehouden met als doel het tonen van de rijkheid van de verschillende culturen in Suriname. Verschillende onderdelen van Nax hebben op waardige wijze de verschillende vormen van cultuur getoond. Sharon Rogers, lid van Nax, vindt het belangrijk om vooral onder de jongeren de bewustwording over cultuur te blijven stimuleren. Het is heel erg belangrijk. Het is een stukje van onze identiteit en we komen er niet los van. Dus voor mij is het heel erg belangrijk om hier aandacht aan te schenken. En wat betekent eigenlijk het vieren van Kitty-Kotti voor u? Voor mij betekent het vieren van Kitty-Kotti terugdenken aan de kracht die onze voorouders hebben gehad. Als wij uitgaan van die kracht, dan zullen we zien dat we als zwarte mensen in staat zijn om bergen te verzetten. Wat nog te wensen overlaat. En het is die bewustwording die ik vooral op gang wil brengen bij de jongeren. Dat ze weten dat onze voorouders sterke mensen zijn geweest. En in die kracht moeten we gewoon verder.